Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. In het kader van gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Wat ik 's morgens vroeg het liefste doe als ik die opsta, is lekker op die home trainer. Even zweten, energie tanken, dan douchen en dan ontbijten uiteraard. En dan echt aan de dag beginnen. Jullie beginnen vandaag echt aan de dag met het werk van Ricardo. Veel kijkplezier. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. De eerste oefening die we gedaan hebben, dat was een squat jump. De tweede die we gedaan hebben, was een V-pas met 3 keer klappen. En de derde oefening die we gaan doen is hookie cookie. Hij is lastig, dus kijk goed mee. Stapje naar voren, zij en terug. Naar voren, hak en terug. Oké, we gaan hem proberen. Met z'n allen. Daar komt hij. Hookie cookie. Naar voren en terug. Handen mogen mee. Goed zo, blijf bewegen. Hakken goed naar die billen. Goed zo. Klaar voor die laatste paar seconden. 3, 2, 1. Oké, super goed gedaan. Goed werk. Veel plezier. Door corona kunnen we helaas nog steeds geen activiteiten organiseren op de basisscholen. Maar deze keer laten de jeugdvoetbalteams van Sportclub Irene en SVC 2000 uit Roermond dat ze oprecht aandacht en interesse hebben voor eenzame ouderen in ons traject De Buitenspelval. Alle ouderen kregen een mooie ingelijste teamfoto. Een mooi gebaar dat ze niet vergeten worden in deze gekke tijd. Weten jullie waar ik vandaag naartoe ga? Vast wel, hè? Ik ga vandaag een kijkje nemen bij de varkens. Gaan jullie mee? Hoi, hallo. Jij moet Gert zijn. Ja, dan ben jij Sue, denk ik. Ja. Klopt dat? Ja. Ja. En kom je vandaag bij ons naar de varkens kijken? Jazeker. Hartstikke leuk. Kom verder. Dankjewel. Ja, Sue, we gaan nou de varkensstal in en daar is de hygiëne heel belangrijk. Daar mag je even een hele grote overal aantrekken en je mooie laarsjes aan. Ja, is goed. Ga ik doen. 1, 2, 3. Tada! Zo is het helemaal goed. Kom verder. Zo. Jij bent keeper van VVV geweest, maar hoe word je nu in één keer varkenshouder? Ja, nou, ik had het geluk dat mijn ouders al een varkensbedrijf hadden. Dus toen ik niet meer deed voetballen, toen ik daar niet genoeg centjes mee kon verdienen omdat ik niet goed genoeg was, toen kon ik mooier bij de varkens gaan werken. Dat was ideaal. Wat doe je dan als varkenshouder? Wat doe ik als varkenshouder? Ik probeer ervoor te zorgen dat de varkens zo gezond mogelijk blijven, zodat ze lekker kunnen eten en drinken. En liefst zoveel mogelijk, zodat ze goed groeien. Het is toch wel een beetje lawaaierig, hè? Zullen we maar eens eerst naar de kleine biggetjes gaan kijken? Ja, die zijn net deze week geboren, dus je hebt geluk gehad. Ze zijn nog heel klein. Ja, biggetjes, yes! Oh, wat schattig. Hoe oud zijn de biggetjes eigenlijk? Deze biggetjes zijn de laatste 2 dagen geboren, dus dit biggetje is nog maar 1 dag oud. En hoe lang duurt het voordat ze dan zo'n grote biggetje zijn? Dit biggetje weegt nog maar 1 kilo. En over een half jaar, als ze heel veel gegeten en gedronken hebben, dan wegen ze al 100 kilo. Zo, dat gaat snel. Maar als ze dan te groot zijn geworden, passen ze toch niet meer in dit hok? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Als ze groter worden, dan gaan ze naar een andere hok en dan gaan we nou kijken. Ja? Ja, is goed. Wow, deze varkens zijn al veel groter. Hoe verzorgen jullie die? Ja, dat zijn al hele grote varkens, ja. Die krijgen iedere dag vers voer en iedere dag krijgen ze water. En voer kunnen ze daar zelf pakken. En de computer weet precies hoeveel varkens er lopen en hoe oud ze zijn. Dus de computer die geeft precies aan deze varkens zoveel voer als dat nodig is. En 1 keer per dag, 's morgens, als we wakker worden, dan gaan we eerst kijken met hoe het met de varkens gaat. Interessant, maar je ruikt ze wel een beetje. Ja, dat is wel logisch. Hè? Hier liggen wel 1000 varkens en die doen heel veel eten en drinken. En daarom moeten ze ook een beetje poepen. Hè?
En poepen proberen wij aan te leren dat ze dat allemaal op de wc doen. Maar dat is een beetje lastig. Daar zijn we wel onderzoeken naar aan doen, zodat we willen dat ze daar gaan eten, hier gaan liggen en achteraan moeten ze poepen, zodat het minder hard ruikt. Ruiken dat buiten ook zoveel? Nee, buiten ruiken we heel veel minder, want daar hebben we luchtwassers voor. Dan zullen we dadelijk buiten even gaan ruiken. Ja, dan ruiken we niks meer, denk ik. Ja, dat zullen we doen. Ik ruik inderdaad niks. Nee, gelukkig niet. Alleen die lekkere bloemetjes, die ruiken we hier. Voor de rest helemaal niks. Dat komt omdat er zo'n moderne stal staat met een heel moderne luchtwasser. En die luchtwasser die filtert alle geurtjes die eventueel naar buiten gaan. Dus met water wordt die er allemaal uitgehaald. Dat is heel super. En dit is natuurlijk een super moderne stal. Heb je nog meer plannen in de toekomst? Nou, dat moeten we nog even gaan bekijken of we dat klaar krijgen, of we dat willen. En samen met de varkentinggroep, met z'n vijven, gaan we daar overleggen. En het is nog niet zo gemakkelijk om nog meer varkens te houden tegenwoordig. We moeten dat wel met z'n allen willen en het moet kunnen. En het moet nog een paar centjes opleveren ook nog. Tenminste, dat is wel de bedoeling als je hard werkt, hè? Ja, heel veel succes ermee. Gert, bedankt. Dit was mijn vlog voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei! Dag! Welkom terug bij Smullen met Wesley. Vandaag gaan we maken groentemuffins. En daarvoor hebben we nodig een ei, zachte boter, melk, Italiaanse kruiden, een beetje bloem en bakpoeder, een courgette en een paprika. Stap 1 is het maken van het beslag. Dan beginnen we met de bloem. Die doen we in een bekken. Komt de melk erbij. De zachte boter. En die roeren we dan even met een garde door elkaar. De volgende stap, toevoegen van het ei. En dan roeren we ook weer mooi door. En als laatste voegen we de Italiaanse kruiden toe. De volgende stap is het snijden van de groenten. Daarvoor gebruik ik een halve courgette. En een halve paprika. En deze gaan we ook in blokjes snijden. En dan voegen we de groenten daaraan toe. En dan meng ik die groenten door mijn beslag heen. En dan ga ik mijn vormpjes afvullen. Dan heb ik een mooie muffinvorm met de bekende papiertjes. En die vul ik dan af met een goede lepel van mijn beslag. En deze gaan nu in een voorverwarmde oven, 180 graden, 20 minuten. Zo. Eens kijken wat ze mooi goudbruin gebakken zijn. En deze ga ik presenteren op mijn schaal. Nou, ziet dat er niet lekker uit? Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik ben Asmee, ik woon in Neer. Ik zit in groep 6 op basisschool De Keur. En ik ga hem opvertellen en op deze smoothie fiets fietsen. Er lopen 3 Russen over straat. Er loopt nog een Rus over straat. Die vraagt, mag ik met jullie meelopen? Dan zeggen de andere 3 Russen, nee, anders krijgen we 4 Russen. We doen het niet! Gezondheid! Best lekker. Zo, dat was de laatste berg. De Alpe d'Huez, voor mij zit het erop. De uitzending zit er ook op. Ik bedank jullie voor het kijken. Graag tot volgende week en een kerngezonde week. Doei! Kerngezond TV is powered by Sicon Logistics, Volta Limburg, Jong leren eten en toffe dag!